zijn net geland met een hele club gezellige mensen. Onder andere mijn grote vriend Jan Bolk is er weer bij. Jan, wat gaan we doen deze dagen? Vooral nadenken. Yes, I'm going to ask her, why don't they build a bridge here? Because they need to leave the passage for the boats. You understand, my friends in Holland? Peter, geef even commentaar op de bridge. Peter, jij als taxiondernemer? Als taxichauffeur kan ik alleen maar zeggen, hier heb je helemaal niks aan. Maar je kunt er over het water. Het kost veel te veel geld. Ik zou hem wel adviseren om het bruin te schilderen. Ja, hij is beter. Hij is nou zwart en bruin, zeiden wij net al, is toch wat, wat chiquer. Hij lijkt ook op de Eiffeltoren, hè? Goedendag. Good morning. My name, first of all, welcome to Bilbao. My name is Ana Iturriaga, and I usually collaborate with Mr. Ivo Larezo, who's first deputy mayor in the City Council of Bilbao and was former director of the master plan for Bilbao. Dat maakte je aanstekers of asbakken. Dat was een rare object om dat in je huis te hebben. En nu maakt er een heel vliegveld van. Jij bent dan het voorbeeld. Hij staat er vanavond weer op. Nou nee, wil je mij eraf? Wil je dit schrappen? Nou, dit zeg ik als enige wat ik erop. Ik heb dit nooit zo bedoeld. Ik ben dol op vogels. Oké, first of all, there are some green books from the table. Those are our yearly annual reports. Okay, Spanish, I'm afraid. We don't have any English information. Yes, en eindelijk zijn we er dan, de Eiffeltoren van Bilbao. Ik heb het niet verstaan, wat zei ze? Geen aandacht meer eraan te geven. Alzo sprak Zarathustra. Remmelt, heb jij nog wat te vertellen voor de mensen thuis? Ik ben in een prachtig museum wat ik net gemist heb, maar ik ga het zaterdagochtend inhalen. Oké, zeer indrukwekkend om te zien, maar wel een beetje. Ja, ik hoop niet dat de Maaspoort zo gaat worden. Okay, are we all here? Yes, pretty much. Excellent. My name is Itza. De Schouwburg is gebouwd als een schip. En weer iets vrijs, deze keer van Philip Stark. We'll be right back.
Goed, ik sta hier op het Philip Starck-gebouw. Het is een geweldig indrukwekkende reis. En wat me heel erg opvalt is de gedrevenheid van de mensen die ons hier alles laten zien. Het is onvoorstelbaar. Ze geven zelfs toe dat het in het begin heel moeilijk was. Dat door de hoge werkeloosheid dat heel veel mensen zoiets hadden waarom moet hier heel veel geld voor uitgegeven worden. Maar opeens zie je dan dat mensen toch gaan geloven in het concept. Dat ze toch gaan geloven in wat er aan de hand is. En dat ze in plaats van wat is er aan de hand en waarom moet er zoveel geld uitgegeven worden aan zo'n dingen terwijl er zoveel werkeloosheid is, dat dat omgebogen wordt naar iets meer van we zijn trots op wat er hier gebeurt. Een hele leuke ding, zeker als je de gedrevenheid ziet van de mensen die je rondleiden.